meid is haar handtas kwijt. Oh mijn god, hij is echt weg. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb echt zoveel zin om deze video op te nemen. Welkom bij deze nieuwe serie, The Shop With Me. Ja, laten we even praten. Vandaag heb ik dus een action shop with me. Mocht je niet weten wat het inhoudt. Een shop with me is eigenlijk dat je met mij mee gaat shoppen. Dus ik neem jullie gezellig mee. Nou, dit keer dus de action. Maar dit is dus iets nieuws wat ik op mijn kanaal wil gaan doen. Ik heb er geen vaste uploaddagen voor of zo. Ik bedoel, ik heb wel vaste uploaddagen qua uploaden op YouTube zelf. Dat is natuurlijk de maandag om 3 uur en de vrijdag om 12 uur. Maar ik wil dus de komende tijd eigenlijk... mijn kanaal een beetje in het teken zetten van de Shop With Me's. Ik vind het zelf echt mega leuk om op te nemen. En ik vind het ook echt heel erg leuk om bij anderen te zien. Nou kijk ik best wel veel Amerikaanse YouTubers en zij doen dat ook heel veel. En ja, ik weet niet, ik word daar echt gelukkig van als je gewoon mee wordt genomen naar een winkel. En dat je toch gewoon op de luie bank kan zien wat er verkocht wordt in een winkel. Dus ja, ik neem jullie vandaag mee naar de winkel The Action. En de komende tijd neem ik jullie dus vaker mee naar verschillende winkels. Dit kan de Action zijn, maar het kunnen ook kledingwinkels zijn tot aan de Intratuin. Als jullie zin hebben in deze komende video's en in deze video natuurlijk, doe dan even een duimpje omhoog. Dan weet ik zeker dat ja, jullie het leuk vinden. En abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we snel naar The Action toe. Zo, we zitten in de auto. Ik heb een mega shopper mee van The Action. Ik ga er nu heen rijden en dit wordt dus de eerste keer dat ik naar de Action ga zonder mondkapje. Want we hoeven geen mondkapje meer op. Dus het voelt een beetje onwennig alsof ik iets vergeet. Maar ja, we gaan er gewoon voor. Let's have a look. Het is dus echt zo'n knusse dag. Het is de hele dag aan het regenen al. En dan heb ik ook gewoon gelijk zin om kaarsen te halen. En ik weet niet, ik kom dan gelijk in zo'n cozy winterse vibe. Terwijl het net zomer is. Het slaat echt helemaal nergens op. Maar goed. Hier zijn we. Oké, een eerste gangpad. Hier heb je altijd elektronica. Vind ik zelf altijd niet zo heel bijzonder. Een agenda of zo, van die leuke kleurtjes. Kijk dan, echt cools. Het is 3,50. En voor de rest valt het me nog hier een beetje tegen. Schaar. Dit is wel weer heel handig. Lijkt een beetje op die AirPods. Die zijn 10 euro. Maar ik ben dan altijd benieuwd hoe goed die werken. Ik weet niet. Ziet er wel goed uit. Dit ziet er ook wel heel grappig uit. Een speaker. 4,98 euro. Zo'n retro speaker. Dit is allemaal wel handig voor school. Maar ik zie niet hele leuke prints of zo. Deze mappen. Die gouden. Dit heb ik nog nodig. Ik koop hier altijd als ik kleding verkoop van die enveloppen. En die zijn ook niet zo duur. Deze is leuk. Goud. Notitieboekje. Volgens mij is die 2 euro. Heel leuk. Je hebt hem ook in zwartachtig en roze. Ik vind dit trouwens ook wel heel mooi. Wauw. Beetje leer. Heel mooi. En dit, hoe hysterisch. Ook leuk om je bril in te bewaren of zo. Die. En je hebt hier natuurlijk die mooie manden in een bamboe. Deze is ook wel vet. Je hebt hem ook in zwart. Een zeepomp. En die kost 2 euro. Ja, best leuk. Heb ik nog nooit gezien. En van die. Ja, deze vind ik altijd echt top. Die bij mij is op. Die is 1,27. En ik heb ook deze. Maar deze is op. Dus die gaat mee. Hier kun je echt alles mee schoonmaken. Dan zo'n geweldige jute vloerkleed. Die is echt mega groot. 24,95. Is er nog maar eentje.
Heel mooi is die. En deze is trouwens ook mooi. Wauw, het is echt mega groot, maar heel mooi kleurtje. De welbekende kussens, €5,50. Kijk hoe leuk. Er zit ook een goud draadje doorheen. En die heb je ook in dit printje. Heel mooi. En deze. Ook heel mooi, een kussensloop. Je hebt hem ook in helemaal beige. Het is dat ik al heel veel kussens heb. Die zijn €4,50. Die zijn echt heel vaak uitverkocht overal. Maar hier heb je ze echt nog best wel veel. Echt heel leuk vind ik die. Ik hou wel van dat bohemian vibe. Het is ook met glitter hier nog. Ook wel grappig. Oeh. Dit ziet er ook wel mooi uit. Oh. Mooi vloerkleed. €6. Die is cute. Voor bij je bad of zo. Heb je ook nog zo'n een. Die vind ik ook heel mooi. Deze vind ik echt heel mooi. Maar ik heb het echt niet nodig. Nou, deze kast is sowieso wel geweldig. Maar ik heb dus ook al deze mandjes thuis. Hoe leuk. Ik vind die zo leuk met die schelpjes. Dan de geurkaarsen. Echt weer heel veel. Even kijken. Wat hebben we hier? Berry. Dat vind ik niet zo. Vanille vind ik echt heel lekker. Je hebt nog... Green Leaves. €1,12. Die is wat frisser. Dit is echt lekker. Cozy cinnamon. Daar hou ik echt van. Wat hebben we hier? Jasmijn. Ook wel lekker. Dit ziet er ook leuk uit met die sneeuwvlokjes. Oh, ik ben echt vreselijk. Oeh. Oeh, die is heel lekker. Deze. Oh, die ga ik meenemen. Die is echt heel lekker. Dit is ook wel leuk om cadeau te geven, zo'n pakketje met geurkaarsen. Wat zijn dit? Vanille ice cream. Oeh, nee, niet zo lekker. Dit zijn minis. Die zijn €1,47. Ja, dit is gewoon vanille. Je had hier ook altijd een met een gauw of met zo'n lont. Maar die kan ik niet vinden. Die knispert. Ja, nou, dat waren de kaarsjes. En dan heb je hier nog dit. Hier heb je zo'n trolley. €21,95. Echt niet duur. Dit is ook echt leuk voor onder je bord. Zijn een slagje kleiner. Zijn €1,99. Deze voorraadpotten zijn ook echt super leuk. En je hebt dus deze. Maar die heb je normaal ook met een goud randje. Maar die zijn uitverkocht. Maar je hebt wel weer deze met een goud randje. Dat is ook wel leuk. Oh mijn god, dit is zo fout, maar zo schattig. Deze, met goud. Die. En deze, ja, deze heb ik dus al. Super mooi. Ik heb ook die mokken en die borden. Echt heel leuk. Je hebt ze nu allemaal kleurtjes aan €1,48. Deze neem ik mee voor mijn konijnen. Die vind ik heel lekker. Wat een fun. Dan de verzorgingsproducten. Ik vind altijd de mannendeo echt super lekker. Deze. Die is zo lekker. Of deze. Deze gebruik ik zelf elke dag. Ook al is het voor mannen. Ik vind hem zelf echt heel lekker. Oeh, deze had ik altijd. Die is ook heel chill. Kost €5,95. Ja, dit wil ik nog steeds een keer testen. Maar ik weet niet zo goed of dat... Of ik het echt ga gebruiken. Wat is dit? Wat grappig. Serum. €0,80. Dat is toch ook geen geld. Massageolie. Die ziet er echt heel mooi uit met dat glittergoud. Kost €2. Die is groot. Even kijken. €3,80. Ziek groot. XXL.
Maar ik vind dit altijd wel leuk. Van die bruisballen. 90 cent. Lavendel. Oeh. Wat is dit? Gel. Oh, dit is ook wel grappig. Badzout. Oeh. Hier heb je nog een soort adventskalender voor je moeder. Ik dacht, daar ga ik niet mee. Oh mijn god. Ik dacht, dan neem ik die mee. Maar als je ziet wat erin zit. Nagelvel en zo. Ja. Dat is niet zo bijzonder. En dan nog make-up. Oeh. Dit ziet er echt mooi uit. De verpakking is wel heel mooi. Oogschaduwpalet. Wat is dit? Oh, jezus. Een foundation. Ik vind Primark. Ik bedoel Action make-up. Ik weet niet, dat vind ik altijd niet echt. Dat koop ik niet echt. Maar, ja. Nee, ik vind deze heel mooi. Maar de binnenkant niet. Maar ik vind de verpakking wel heel mooi. Voor de rest. Wat is dit? Ook een make-up palet. Oh, oh, oh. Dat is niet de bedoeling. Nee. Deze ziet er ook nog wel heel mooi uit. Oh ja, die ziet er nog wel mooi uit. Die is €4,80. En deze. Deze ziet er ook mooi uit. Oeh ja. Ook leuk. De meid is haar handtas kwijt. Oh mijn god, hij is echt weg. Oh eeuw, hij lekt. Oh my god, ik ben zo hard nat geregend. Oh, niets te doen. Nou, het is weer typisch Floor. Ik ben nat geregend en wel. En wat ik nou weer meemaak, is toch vreselijk dit. Oh ja, dit moet ik echt voor de volgende keer anders gaan doen. Ik was mijn hele tas kwijt. Deze. Ik raakte echt in paniek. Oh mijn god. Oké, ik ga het even snel uitleggen. Want ik kon niet echt filmen. Ik was echt in paniek. Ik kon wel janken. Ik moest bijna huilen. Zo erg was het. Nou, ik was dus lekker aan het filmen. En op een gegeven moment pakte ik iets vast met twee handen. En toen, op de een of andere manier, had ik mijn tas ergens neergelegd. Nou, dus ik ging gewoon doorparaderen door de winkel. En door met filmen en zo. En op een gegeven moment dacht ik iets van, even mijn mobiel kijken of zo. Dus ik wilde mijn mobiel kijken. En toen dacht ik, wacht, waar is mijn tas? Dus ik dacht, oké. Nou, die ligt vast nog in een gangpad ergens. Want ik ken mezelf. Dan leg ik hem even neer en loop ik door. En denk ik, oh ja, kut. Dus ik overal elk gangpad terug gekeken, zeg maar. Lag die nergens. Dus ik dacht, oh mijn god. Dus toen kwam al een beetje de lichte paniek. Toen dacht ik, oké, nee. Ik heb gewoon niet goed gekeken. Dus ik nog een keer in mijn winkelmandje kijken. Nou, daar lag hij niet. Ik nog een keer alle gangpaden langs. Lag hij ook niet. Dus toen raakte ik in paniek. Toen dacht ik, dit meen je niet. Mijn mobiel zit erin. Mijn autosleutel zit erin. Alles zit erin. Ik dacht echt, oh nee. Dus ik raakte echt een beetje in paniek. Dus ik nog een keer alle gangpaden langs. Ik kon het maar niet vinden. Ik in de schappen kijken, kon het ook maar niet vinden. Ik dacht, dit meen je niet. Nou, dus ik naar de kassa. Ik dacht, misschien heeft iemand hem daar ingeleverd of zo. Zo van, dit heb ik gevonden. Dus ik zei, ja, is mijn tas hier ingeleverd? Want hij is weg. Nou, dus die vrouw die zei, nee. En toen dacht ik echt, oh my god, iemand heeft hem gepakt. En is naar huis gegaan. En alles zit erin. Hoe kom ik thuis? En echt, alles kwam door mijn hoofd. En die vrouw die wist ook niet echt wat ze moest doen. Dus ik dacht, oké, geen paniek. Nog een rondje. Dus ik weer nog een rondje doen. Toen kwam ik een jongen tegen. Die zei, heb je het al gevonden? Gewoon die daar werkte, zeg maar. Dus ik zei, nee. Dus ik kon maar janken. Ik zat echt met tranen in mijn ogen. Zo, nee. En hij zei, oké, ik ga camerabeelden kijken. Ik zei, oh ja, goeie. Dus hij camerabeelden kijken. En ondertussen dacht ik, ja, ik ga hier niet wachten. Ik ga gewoon nog een rondje doen. Dus ik echt zo scannen, alles scannen. Elk gangpad, alles. En toen vond ik hem bij de make-up ergens. Oh nee, was dat bij de make-up? Ik weet niet meer eens meer waar het was. Volgens mij bij de zomerspul. In een schap ergens. Toen dacht ik echt, Floor, dit ga je echt nooit meer zo doen. Dus wat ik voortaan ga doen. Het is dus terechtgekomen. Gelukkig. Wat ik voortaan ga doen is een. Doe.
Wat ik voortaan ga doen is een tas met een band die ik om me heen doe. Zodat ik hem niet kwijtraak. Gelukkig is het goed gekomen. Goede aftrap van deze serie wel. Wat een chaos, wat een hectiek. Het was ook best wel druk. Dus ik hoop dat jullie me een beetje hebben verstaan. Maar goed, we hebben de tas. We zijn een beetje nat geregend en wel. Maar we hebben leuke spulletjes gehad. Dus we gaan snel naar huis toe. En dan ga ik nog even laten zien wat ik uiteindelijk nog heb gekocht. Dus, woe. Nou, we zijn weer terug. Heel wat stress en chaos verder. Het was wel oprecht leuk. Ze hadden echt wel leuke dingetjes. Maar ik vind de tijden van herfst en winter toch, ja, kom ik weer met mijn herfst en winter en mijn kerst. Ik ben echt gewoon zo'n knus persoon. Dan vind ik gewoon de Action en zo net wat leuker. Want dan kun je echt van die seizoensgebonden producten halen. Kan natuurlijk nu ook met zomer-items en zo. Maar ja, ik weet niet. Het is toch een beetje anders. Maar we hebben nog wel een paar dingen gehaald. Dus even een korte Action shoplog nog. Nou, zoals jullie al zagen heb ik als allereerst van die staven gehaald. Zo, er zit een haar aan. Die is denk ik voor mij. In ieder geval van die staven voor konijnen of cavia's. Ja, ik heb twee konijnen. Vinden ze echt geweldig. Dit zijn sticks met honing. Voor de rest koop ik eigenlijk altijd alles bij de dierenwinkel. Voer en zo ook. Echt best wel dure voer heb ik. Omdat het gewoon beter is voor ze. Maar ja, van die staven dat mag wel eens in de zoveel tijd. Dus twee knaagstaafjes. Of hoe je het ook noemt. Knaagsticks. Dan heb ik nog heel veel van die enveloppen gehaald. Dit zijn gewoon van die verzend enveloppen. En er zitten er dan 5 in. Dus ik haal er dan heel vaak al gelijk een heleboel. Ik heb er nu 20 in totaal. Ik verkoop namelijk heel vaak via Vinted. Of via Instagram Closet Sale. Ik heb nu weer wat verkocht via Vinted. Een paar dingetjes. Dus ja, mijn Vinted account staat in de beschrijving. Maar daarvoor verzend ik het heel vaak in van deze enveloppen. Maar goed, ik heb dan ook nog deze gehad. Dit is een all-purpose cleaner. Met de geur rozemarijn en ginger. Dit is zo'n roze, ja, cleaner. Maar hier kun je echt alles mee schoonmaken. Ik gebruik dat heel vaak voor mijn make-up tafel. Om even overheen te gaan. Of als ik mijn kamer gewoon een beetje ga schoonmaken. Dan gebruik ik deze. Het is gewoon heel erg handig zo. Dus helemaal top die. Alleen, hij lekt dus echt heel erg vaak. Dus daar moet je echt mee oppassen. Hij zat blijkbaar ook niet goed dicht net in de winkel. Dus het begon alweer helemaal te lekken in mijn mandje. Maar ik heb hem goed even dichtgedraaid. Dus als het goed is, zit hij nu goed dicht. Nou, en dan heb ik als laatst nog dit gehad. Ik heb het echt niet nodig, maar oh, het is ook helemaal niet voor het seizoen, voor nu. Maar deze geur ken ik nog niet. Die heb ik nog nooit eerder bij de Action gezien. Maar dit is de geur Woodland Mystique. Geloof me, dit is echt heel lekker. Het is van Airwick. Echt heel erg lekker, maar oh, niet normaal. Er zitten ook allemaal sneeuwvlokjes aan de zijkant. Maar dit ruikt zo lekker. Echt een heerlijke mannengeur. Dus dat is deze geurkaars nog. Oh. En dan is dat eigenlijk wat ik nog bij de Action heb gehaald. Het is dus een beetje chaotische, ja, shoppingmee geworden. Ik had het ook liever anders gezien. Maar alleen maar leer voor de volgende keer dat ik een ander tasje meeneem die ik om me heen kan doen. Die ik dus niet kwijtraak. Ja, ik heb alleen het laatste schap niet gehad met het eten en zo. Maar ja, daar hoef ik toch nooit echt wat van. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Er komen dus meer Shop With Me's aan. Dus stay tuned. En bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot vrijdag met de mega opruim video.